Tuskegee richting Langar. En het schijnt het mooiste stuk te zijn met heel wat bezienswaardigheden, zoals de Bibi Fatima Springs. En ik vertel straks wat daar zijn, wat het inhoudt en waarom mensen erheen gaan. En onze view blijft super mooi. Daarachter zie je de Hindu Kush Mountains. En extreem hoog en sneeuw bovenin. Hier rest heel goed beveiligd. Dat is echt zo'n. Tussen Iskushim en Langar. Het is de meest beveiligde plek, toch? Ja, denk bij de grens. Wat het dichtstbijzijnde Afghaanse dorp hier is. Vroeger geen probleem was. Ja. Tot een jaar geleden was hier dus jaarlijks een markt. Een Afghaanse markt die hier dus tussen de twee grenzen plaatsvond. Altijd gewoon leuk, aardig, goede. Was het net waar het afgesloten was? Nee, was ja, dat... eerder. Gisteren bij die brug was het volgens mij. Oh, okay. En dat is wat elk jaar plaatsvond. Maar dit jaar is het niet open gegaan. Ze zeiden vanwege sneeuw, maar volgens mij vanwege veiligheid. Want 3 dagen geleden hebben die KUT-Taliban een stadje ingenomen, wat erg in de buurt van Iskushim. Dus ze hebben alleen nog de weg naar Iskushim niet overgenomen, dus daarom is iedereen heel erg een beetje paranoïde ook van niet naar Afghanistan gaan, dit en dat. En voor mij is de grenswaking ook een beetje opgevoerd. Dus dat is daarom denk ik misschien een iets meer beveiligd gebied dan de rest. De rest is allemaal mini-dorpen, maar dit is echt in de buurt van de stad, zeg maar. Want normaal gaan dus heel veel toeristen via deze route Afghanistan binnen, de Wagan corridor. Ja. En echt weken geleden gingen er nog toeristen heen en er was niks aan de hand. En kon je gewoon zelfs buiten de Wagan corridor helemaal naar Faizabad gaan. Faizabad nog een paar jaar geleden, denk ik. Veel mensen gingen naar Wagan, als je hier rechts ziet eigenlijk, de Hindu Kush Mountains. Dat is de Afghaanse Wagan. Bij links, waar we nu rijden, is de Tajikse Wagan area. En vroeger was het dus één area. En het was gewoon onder één koning, daar in Iskushim zat. Die had het allemaal onder zich. En toen, rond begin 29e eeuw, had die Sovjet, die had opeens een dikke grens geplaatst over die rivier. Ja. Dit is vanaf nu Tajikistan en de rest van Afghanistan. Dus de mensen zijn ook verdeeld. Het zijn eigenlijk dezelfde type mensen, familie, vrienden, die ze echt door grenzen van elkaar gescheiden zijn. En vroeger konden ze gewoon heen en weer, maar nu moeten ze een visa hebben om dit land of ander land binnen te gaan. Dat is echt heel erg. De mensen hier spreken daarom heel een taal die wij heel goed kunnen begrijpen. Vergeleken met Tajiki, wat ze in Dushanbe spreken, is hier veel meer verstaanbaar voor ons. De mensen voelen ook heel erg mee met Afghaanse mensen, want allemaal hun familie en vrienden daar zijn eigenlijk. Ze hebben nog steeds contact met elkaar. Die bazaar is eigenlijk een plek waar ze elkaar konden zien. Maar nu is ook gesloten voor hun en zien ze hoe het erg wordt elke dag. Dan hebben ze heel veel verdriet voor wat Afghaanse aandoet. Want het zijn dezelfde mensen, gewoon dezelfde familie van elkaar die gescheiden zijn. Over de grens. Maar helaas kunnen we dus niet heen. Heel jammer, want het was onze enige optie om Afghanistan echt mee te maken. Voor de rest gewoon te onveilig om zelf heen te gaan. Zelf rond te reizen Afghanistan. Ja, precies. Maar hopelijk volgende keer. Hopelijk. We komen al een super lief kindje tegen en proberen ze te fotograferen. Ze zien er zo lief uit. Echt niet. Groene oogjes, rode wangetjes. What's your name again? Sabri. Beautiful. Komen te zitten. Mijn vader is even naartoe gegaan om te vragen of ze hulp nodig hebben. Maar ja, zonder voorbereiding is het wel waar. Want net waar we doorheen reden, dat was echt super hoog zat gewoon. Simpele leven. Bronwater. Ja, zo kan je blijkbaar zwemmen. En kijk, dat al die stroom die naar boven gaat is echt mooi. Oké, leg even uit wat die Bibi Fatima Springs eigenlijk precies inhoudt. Bibi Fatima is gewoon een hot spring, dus er komt natuurlijk bronwater, heet bronwater naar boven. Boven 40 graden, dus is gewoon een warm bad. Heet bad. En wat geloven de mensen hier? En hier denken ze met alle hot springs dat iets spiritueels gelovigs is. Dat hebben ze de naam gegeven van Bibi Fatima. Maar volgens mij is dat vrouw van... dochter denk ik van... Mohammed. Ja, profeet Mohammed. Ja. En dat hebben gegeven en ze hebben nu hier de bijgeloof gecreëerd. Dat vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen hier naartoe kunnen komen. En dan kunnen bidden voor een kind en dan terugvruchtbaar worden. Ja. En zo'n verhaal die overgegaan van een vrouw uit Engeland was gekomen. Ze kon nooit kinderen krijgen en kreeg ze een kind. En die komt ze elk jaar terug en dat soort dingen. En... we hebben niet gezwommen, dus we kunnen helaas geen kinderen
wensen via dit bom. Hoezo? Ja, ik heb alsnog gewenst. Ja, hoor, helemaal geen punt. Dit is een van de mooiste forts hier. Het is Ashikashima Langar. Het is gewoon op loopafstand vanaf Bui Fatima Springs. En een van de mooiste views ook, zoals je ziet. Ik weet niet hoe je naartoe gaat lopen. Want het is best wel steep. Maar ik wil best wel heen gaan eigenlijk. Echt vet. We hebben bereikt het hoogste punt hier, een oude fort. En kijk eens naar deze view. Stel je voor dat je ooit daar zou kunnen gaan hiken. Daar heb ik de Snow Leopard. Een van de meest uniekste dieren op aarde. Wauw. We zijn aangekomen in Langar en dit is onze homestay. Het ziet er heel cozy en gezellig uit. Met die tapijten op de muur als decoratie. Heel leuk. Het is echt basic hier. Ja, ik heb echt het gevoel dat ik hier in een je bent ook in een dorp. Er is letterlijk niks hier. Ja, er is echt niks. Super klein dorpje en je ziet echt overal vee om je heen en herders. En het is heel koud, dus ik heb meteen de verwarming aangezet. En ja, de toiletten en zo zijn niet. Het zijn wel western gelukkig, maar niet zeg maar schoon qua westerse standaarden natuurlijk. Maar het is doel voor een nacht. Dus die op zich maakt niet uit. Ja, het is doel voor een nacht. En we wachten op ons avondeten. We krijgen waarschijnlijk eitjes met aardappeltjes. Dat ze kartoffel doen hier op zijn Duits. Ja. En ja, misschien kunnen we. Ja, ik weet niet. Misschien moeten we overdag even kijken hoe het hier is. Of hier langer willen zitten. Moeten we een beetje met de locals kennis maken, rondlopen. Goedemorgen vanuit Langar. Ik wil jullie even onze homestay laten zien. Het is eigenlijk een beetje een farmstay. En loop je zo naar binnen. En daar heb je onze kamer. En hier loop je zo naar binnen. Is de woonkamer / de plek waar we eten. Maar volgens mij wordt het normaal gebruikt als dormitory. Als veel reizigers komen, dat ze dan hier ook allemaal. Misschien is het een gastenkamer waar je het ook kunt doen. Ja, klopt. Hey, dan. Het ziet er heel Aziatisch uit. Het is een klein kacheltje als het koud is. Waar? Is dat een kacheltje? Ja, een kacheltje van boven. Dan gaat het omhoog. Oh, grappig. Ik denk niet dat het kacheltje heel de kamer warm krijgt. Dit is onze ontbijt van vandaag. In deze Chaigana-achtige setting, theehuis-setting. En het is porridge. We hebben porridge al heel niet gehad. En we waren bang dat ze hier. Afghaans noemen ze het brunch, denk ik. Ja, klopt. Voor meer Afghaans lijkt het echt porridge als in Europa. Want we waren bang dat ze porridge een beetje zout zouden maken. Ze hadden een Oezbeekse volgens mij gedaan. Deze is lekker zoet. Dus echt precies de power nodig heb voor vandaag, voor ontbijt. En verder, helaas geen vers brood. Wat we echt missen hier is. Ja, wat overgelezen hadden ze overal in de ochtend vers brood het tandoor van je maken. Dat is echt gewoon overheerlijk lekker. Maar tot nu toe hebben we nooit vers brood gehad. Gewoon een heel Oezbeekse dat je gewoon geen één keer. Behalve één keer op de markt toen ik het kocht. Dus ja, dat is helaas een tegenvaller. Maar goed, we genieten hiervan. Wel leuk, de homestay-achtige settings. Waar je echt voor mensen thuis bent. Waar ze avondeten voor je maken, wat echt lekker was gisteravond. En ook lekker ontbijt. En je betaalt dan $15 per persoon. Wat eigenlijk $15 per persoon. En help je mensen, want mensen zijn hier relatief arm vergeleken met de rest van Tajikistan. Terwijl Tajikistan al een van de armere landen is van Azië. Dit is hoe we hier benzine tanken. Dus die oud mannetje hier, die gewoon daar in een emmertje stopt en dan hier in de auto giet. Dus ik hoor een beetje verse benzine is, dat ons niet een probleem brengt, maar we moeten gewoon aanpassen voor mensen die het leven. Dit is de weg die we nog moeten gaan. En we hebben ook hier een persoon die met ons mee wil rijden. We gaan proberen een ditje, want anders duurt het te lang. We willen ook overal stoppen. We gaan straks terugrijden daar naartoe. En hem afzetten. We zitten hier bij een lieve oude koppel. Met al hun kinderen in het buitenland. En ze hebben ons uitgenodigd voor een thee. En het is heel vriendelijk, we praten over van alles nog wat. Het is heel erg leuk hier. Dit is die gastvrijheid waar we ook hadden gewend waren in Azië. Zo mooi, mensen met zo weinig uitnodigen voor zoiets. Dit is Hamza. Hij praat niet zoveel. Zijn zusje. We zijn vandaag aangereden vanuit Langa richting Gorok weer. We rijden terug richting Dushanbe. Het weer ziet er iets minder veelbelovend uit. Ik hoop niet dat het gaat regenen, want ja, regen heeft weer zijn eigen gevaar met zich mee. Zoals
winkels en dus ja, ging even kletsen met hun. Vooral op een vrij blijvende manier, zonder even kort een gesprekje doen via de auto of bij mensen thuis slapen. Dat toch met geld involved, dat maakt dat wat anders. Dat is gewoon echt een heel gastvrije manier van kom even thuis, gaan we drinken, gaan thee drinken en even wat gewoon kletsen, praten. Ja. Echt interesse ook, gewoon alles vragen. Ook over Afghanistan en zo. Ja. Dat ze heel erg, mensen die waar aan wonen, heel erg vinden hoe de mensen in Afghanistan behandeld worden. En ja, door de Taliban bezet worden. En ik vind het heel erg. En laatst is dus een dorpje ingenomen. Hoe heet het al? Zargon of zoiets. Zerud. Ik weet niet. In ieder geval, daar zijn dus laatst ook al gewonden en doden gevallen. En die zijn toen naar Ashkashim van Tajikistan zijn die meegenomen. En ja, ze gaf aan hoe erg ze dat allemaal vond en zo. En ze vervloekte de Taliban net als ons. En ja, het was echt een hele leuk vrouwtje. Heel echt zo'n down-to-earth vrouwtje. Want toen ik zei van, ja, Gadadja Zasje Nabata, zei zo van, dat betekent trouwens van, ik hoop dat ze gestraft worden door God. En toen zei ze van, ja, welke jazz al, welke straf? Ze doen het al 50 jaar en ze gaan gewoon nog steeds door. Ik had dus van, ja, dat is ook weer waar. Vond het mooi, ze zat ook heel te zeggen van, ja, mijn kinderen gaan naar Moskou en dit en dat. En zitten daar beter leven te zoeken. Ze zei van, waarom? Ze heeft alles van mijn geld. Ze zegt, hier heb je alles. Ik heb alles wat ik eet, doe ik zelf verbouwen in het land. En ik heb verder alles wat ik nodig heb. En dat ze ook. Maar toch, je wil niet dat je als gast zijnde gratis dingen, gratis zeg maar, blijft slapen of eten en niks terug doet. Wil je het jezelf. Maar zij wilden dat per se niet aannemen. Ja. Dus ja. Valt hier mee, weet je wel? Die wegen die je net als een zo. Dat was omhoog. Echt weg hoor. Goede modder. Zie je dat? Four-wheel driving heb ik nodig hoor. Met de gewone auto kom je in vast. Nee, ik kom vast. Een groep C modder goed. Ik voel dat de four-wheel driver aangaat. Dan gaat hij namelijk zo. Ja. Gaat ook, want vanaf gaat hij ook aangedreven worden, dan gaat hij naar rechts en naar links. Oh, nee. Is dat water? Ja, ga maar. Ik heb er niks van de dag. Blijkbaar is er dus een Indiaas restaurant hier in het midden van de Pamir Mountains. En toen ze hem toegaan, ziet het echt best wel goed uit. Dit is vegetable curry, een lekkere dal, bakkar hebben we opgemaakt, dat het lekker was. En twee rijst. Helaas zit de roti op. Ik denk dat onze eerste goede maaltijd wordt, na vijf dagen of zo. Een week bijna. Dus bijna een week. Dus we gaan genieten en we hopen dat hij niet ziek van gaan worden. We zijn alweer 5 of 6 dagen onderweg. Let alsjeblieft niet op hoe we uitzien. Het wordt iets erger, we krijgen al het zand niet weg. Het is hier echt extreem. Elk millimeter van de auto of onze spullen zit onder het zand. We hebben nog wel gedoucht, maar de haar zit nog eens onder. Farang heeft al super lang bad hair days. Het was heel erg. Wel heel volumieus. En we rijden vandaag vanaf Gorok weer terug naar Darvas. Daar zit ons favoriet hotel. Zo'n super chill hotel met de rust. Ook op de heenweg, waar we ook op de heenweg hebben geslapen. En, als het ons ligt, zouden we daar waarschijnlijk een week voor blijven. Ja, maar echt, dat was zo chill. We hebben nu haast. Het is vandaag iets van 9 uur rijden. En we zijn reisproof. Ik heb net boodschap gedaan. Ook heel wat snoep en zo. En chocola voor kleintjes onderweg die we tegen gaan komen. Kunnen uitdelen. En ja, hopelijk dat we voor donker weer aankomen daar was. En dan morgen weer de laatste dag richting Dushanbe. Dus ja, het is bijna afgelopen. Hallo! Check liep Michi! Check liep Michi! Dit is de Afghaanse zijde. En je ziet dat mensen werken. Als je goed kijkt, zie je daar een witte vlek op de rots. Dat is de rots die naar beneden zijn gevallen, denk ik, in die kant. Ze zijn daar de rots aan het schoonmaken. Ze zijn in ieder geval de weg aan het opruimen. Met een boormachine en alles. En dat zijn de dingen die hier voorkomen. Helaas, laten we snel doorrijden. Goedemorgen allemaal, we zijn weer in Darvas. Mijn favoriete plekje vanwege het extreem luxe hotel. Ik vind het zo chill hier. We hebben weer een lekker ontbijt. De enige plek waar we de supreme mag hebben. Dat heerlijke cream. Ja, hoe noem je het in het Nederlands? Dus Turkse Primark heet dat. Mascarpone-achtig. Ja, mascarpone. Whipped cream.
dumpling inderdaad. En je hebt twee soorten, het hele zoete en een beetje zure. En daarnaast jij wat vleeswaren en kaas en zo, maar ik raak normaal in Spanje als ik dit heb. En wachtbos eitje en groene thee. En vanavond trekken we weer richting Dushanbe. Want morgen gaat ons vlucht richting Dubai. Dank je. Ik zei dankjewel tegen. dus ja, nog eventjes genieten en nog een nog één dag roadtrippen door Tajikistan. We hebben onszelf een beetje ontstoft, want we gaan vanavond naar Smeer toe. We kunnen echt niet alle stof aankomen zetten. Maar de auto blijft extreem vies, ook aan de binnenkant. En laten we vandaag gaan genieten van de Pamir Highway. En denk dat we wel toe zijn weer aan wat luxury, of in ieder geval normale luxury, richting Dubai hierna. We zijn even gestopt voor de Dushanbe, omdat het hier echt extreem mooi is. Groene heuvels overal om je heen. We hebben met de auto dus een wegje gereden, hier naartoe gekomen. Kijk dan. En we lopen dus even naar de top. Ik ben er bijna. Vandaag loop terug om de drone te pakken. En ja, even chillen hier op de top. Genieten van de natuur om je heen. We zijn hier even rond aan het rijden. Vind ik een mooie groene gras. Maar overal zijn kleine schildpadjes. Daar zie je een aantal daar achterin. En daar is het gewoon vol langs de weg. Met heel voorzichtig rijden hier. En opeens is een heel kleintje hier. Check hoe klein hij is en hoe lief. We zijn in Turkmenistan. Dat was niet het plan. Maar we zijn hier geland. We vliegen hier met... Someone Air. Tip. Vlieg niet met Someone Air, want het zijn echt een stelletje vielen gewoon. Ten eerste, we hebben vertraging. We zouden vandaag vertrekken om 7:45. Ja, 7:45 zou onze vlucht gaan. En ik denk het zou... 10:00 vertrokken. Ja, en vlucht naar Dubai zou ongeveer 3 uur duren, max. En opeens gaan ze announcen dat het dat ze een extra stop gaan maken in Turkmenistan, omdat ze moeten fuelen. Om te tanken. Onduidelijk waarom we niet in Dushanbe kan. Of waarom het niet in Dubai komt, waar ze vandaan komen. Goedkoop is of zo, zoiets. Ja, dus wij spreken nou net zo'n gast aan hier, zo'n flight attendant. Van ja, hoe zit dat? Je wordt niet geïnformeerd, ten eerste vertraging en dan komt dit erbij. Het kost super veel geld, hè, van de Dushanbe naar Dubai vliegen. We hebben €250 betaald. En dan hoop je op een fijne vlucht. En dan krijg je dit. En als je ze erop aanspreekt, doen ze alsof we niks van af weten. Dat zij net zo laat achter zijn gekomen als wij. En ze beweren... Tegen ons zei die gast van ja, het is hier goedkoper. Dus ze denken meer aan hun eigen centjes dan aan hun customers. Like, what the hell? Hoe kun je dat in godsnaam doen als vliegtuigmaatschappij? We hebben gewoon helemaal scheid aan hun klanten. En tegen die andere gast heeft hij dus blijkbaar gezegd dat... wat had hij nou gezegd? Het tanken hier gaat 2,5 uur duren. Dus 2,5 uur gaan we zitten, dus we gaan tanken. Ja. Dan gaan we vertrekken. Dan nog 2 uur vliegen naar Dubai. Dus in totaal zijn wij, komen waarschijnlijk pas tegen 3 uur 's nachts aan, lokale tijd, 4 uur 's nachts voor ons, in plaats van 10 uur 's avonds. Dus we hebben gewoon, we zijn al, het is al vliegtuig aangekomen 6 uur, dan hebben we gewoon iets van 10 uur onderweg, in plaats van 3-4 uur. Ja, perks of traveling, tot ook en bij. En vooral Tajikistan is echt tegengevallen, de mensen, ze naaien om geld en zelfs hier. Gaat als naaien. Zelfs op het laatste moment gewoon, als je het land verlaat, wordt gewoon hoe kan een airline je nog harder naaien dan dit? Seriously, ze beweren dat er een, hoe noem je dat? Een representatieve is daar in Dubai als ze er aankomen, dan kun je daar gaan klagen, maar dan geloof ik ze me niks van. Het is gewoon weer een leugen waarschijnlijk, door er gewoon zelf onderuit komen. Maar ik ga zeker klagen als ze aankomen, als het 4 uur 's nachts, I don't care, ik krijg mijn geld terug, want dat pik ik gewoon echt niet. Als je het van tevoren weet, dan ga je hier niet boeken klaar. Dan, dus je hebt er niet om gevraagd. Wat? Ik ga het echt niet doen. Ja, ook al doen ze niet. Ik wil wel laten weten wat ik ervan vind.